En de Rotary Club Paramaribo Residence heeft vanmorgen voor de 18e keer de jaarlijkse terugkerende huldiging van de Go-Glowers gehouden. Go-Glowers zijn de best geslaagde leerlingen van het gewoon lager onderwijs GLO, GLO, die de beste resultaten hebben bereikt tijdens de toets. De best of the best voor geheel Suriname krijgt van de Service Club een speciaal cadeau. De school met de meeste en beste GLO-geslaagden wordt beloond met een financiële bijdrage voor een project. Dat is voorgedragen volgens Muriel Hoepel. Volgens Muriel Hoepel, onderdirecteur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is deze dag voor de leerlingen één om trots op te zijn. Vandaag is het moment om te vieren. Vieren dat je een excellente leerling bent. Je goede prestaties worden vandaag beloond. De Rotary schenkt vandaag bijzondere aandacht aan jullie. Het ministerie is blij met de ondersteuning van de Rotary. Want mede door hun activiteit heb je je uiterste best gedaan om te komen tot dit succes. Voor je goede prestaties heb je hard gewerkt. Daarbij geholpen door je ouders of verzorgers, de leerkrachten, je vrienden of je familie. Met je bijzondere inzet maak je niet alleen jezelf, maar ook je familie trots. Daarnaast ook de totale Surinaamse samenleving. Anderen kijken naar je op en je hebt bewezen dat inzet altijd wordt beloond. Maximale inzet even meer, want vandaag ben je een Go-Glower. De school met de meeste Go-Glowers heeft een symbolische cheque van 3500 SAD ontvangen van de organisatie. Met dit bedrag wordt het project van de school door de organisatie uitgevoerd. We brengen u een fragment van de bekendmaking van de school met de meeste Go-Glowers en de best geslaagde met een aantal punten van 67. De school met de meeste Go-Glowers is geworden dit jaar de Vrije School. Dus ik ook, hè? Ik was van de Vrije School. Ik was veel vrij. Dankjewel, dankjewel. Met 10 laureaten voor dit jaar, jongens en meisjes, er zijn hier de top 3. Maar er is maar eentje de best of the best. 2 hebben 66 punten gescoord en eentje heeft er 67 punten gescoord. Mooi. 70 punten kan je in totaal en ze heeft 67 punten gescoord. En ik ben blij toen wij het project startten, 18 jaar geleden, dat de eerste geslaagde uit Nikeri kwam. En die persoon had gehaald 69 punten. Dus deze persoon heeft het ook bijna geëvenaard. En ik zal zeggen, brrr, go, 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 helpen jullie me even. Go-Glow. Tekstbegrip, een 9. Taal, 9. Hoofdrekenen, redactierekenen, een 10. Hoofdrekenen, een 10. Aardrijkskunde, een 10. Natuuronderwijs, een 10. En geschiedenis, een 9. Voor onze kleine grote held, Gabriella, gefeliciteerd! Wauw, wat mooi. Dat was een fragment van de bekendmaking van de school met de meeste Go-Glowers en de best geslaagde Gabi Kariokromo uit Nikeri met een aantal punten van 67. De huldiging vond plaats in TBL Cinemas. Proficiat, proficiat en nog eens proficiat.